U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wisselende wolken over ons land. Er zijn ook opklaringen. En uit de wolken valt in het noorden van het land soms al een enkel buitje. Maar op de meeste plaatsen is het vanochtend toch nog wel droog. Zonneschijn daarbij en temperaturen langzaam oplopend. Aan het eind van de ochtend komen we al boven de waarde in het kaartje uit. En vanmiddag halen we een maximum temperatuur van zo'n 7 of 8 graden. Tegelijkertijd zien we dat de stapelwolken dikker worden. En dat de kans op een bui met hagel en misschien ook wel onweer weer toeneemt. Tussen de buien door wat zon. En dan is het 7 of 8 graden. Maar in de buien is het aanmerkelijk minder zacht. Dan vanavond dan verdwijnen de buien. Gaat de temperatuur omlaag naar een graad of drie in het binnenland? De wind is dan noordwest geworden en begint voorzichtig wat af te nemen. Morgen een matige noordwestenwind. De zon schijnt geregeld. In de loop van de dag in het binnenland heel misschien nog een buitje, maar verder blijft het droog, en het wordt 8 of 9 graden. Vrijdag komen we al in de buurt van de 10 graden, maar dan hebben we wel meer wolken, vooral in de noordelijke helft van het land. Zaterdag en zondag gaat de zon volop schijnen. En dan gaat de temperatuur ook verder omhoog, want zondag wordt het op veel plaatsen landinwaarts al 13 of 14 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.